Zo, we zijn weer terug bij Postal 2. Het heeft misschien even geduurd voor jullie, maar we zijn weer terug en we gaan iets doen. We gaan naar de Parcel Center voor een package. We moeten een pakketje ophalen. En hoe we dat gaan doen, dat zie je na het intro. Oh. Okay, people, let's go to work. Zo, hola 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 mensen, welkom. Meet me at Meat World. Holy crap, ik word nou al beschoten in het begin van de video. Dat is echt wel heel brutaal. Maar we moeten hier naar links voor de package. En ik negeer maar even de mensen. Holy crap. What the fuck? Er komt een raket op me af. Holy crap, jongen. Holy crap. Holy shit, jongen. Oké. Heb ik allemaal objecten nog? Ik heb een cadeautje. Ik ga hem uitpakken. Ik kan hem niet eens uitpakken, maar... Mensen, dit is echt... niet normaal. We gaan het even opnieuw doen. Package. Er zijn dus mensen die me haten en met rocket launchers schieten. Ja, ik vind het niet erg, maar... het ontwijken is best wel pittig. Ja, dat is echt pittig. Dus wat we gaan doen is proberen, ja, toch maar te ontwijken. Kijk, daar komt hij hoor. Waar komt hij aan? Huppakee. Zo moeten we het maar doen. Oh, wie schiet het af dan? Die Taliban daar. What the fuck, jongen? Hoe kun je dit ooit doen? Dit is impossible. Oh, die staat ernaast. Er staat iets naast wat het afvuurt. Serieus. Holy crap, jongen. Er staat iemand op dat dak. En die schiet van die rocket launchers naar me. Hier, ik zweer het je. Holy crap, waar komen die vandaan? Daar staat er een. Holy crap, jongen. Ja, dat kan je gewoon niet menen, dit. Het is echt verschrikkelijk moeilijk. Wat is er... what's wrong with it, met de game? Kunnen we hierin? Alsjeblieft, laat me erin. Holy crap! Mensen schieten me verrot hier in de army. What the fuck doen jullie? What the fuck? Stop mij met schieten. Iedereen schiet op me. Ongelooflijk. I'm gonna find more of that good stuff. En ik snap niet waarom ze schieten hoor. Ik ben, zeg maar, onschuldig. Ik zit pas in de game en ik word keihard beschoten van alles wat ik tegenkom. Nou, hier moet ik een pakketje afleveren, blijkbaar. Ik weet niet waar ik precies naartoe moet. We gaan door deze deur. Kunnen we hier doorheen? Nee, we gaan niet door die deur. Ik loog tegen jullie. Dag mevrouw, u gaat... U doet niks, hè? Nee, u doet niks. Ik had gezegd dat u niks mocht doen. Oké, ga maar lekker rillen. We moeten hierheen. Ik had het ergens gezien, maar moeten we niet door deze deur heen dan? Kan ik hem niet kapot trappen? Kom op! Open! Nee, die deur gaat niet open. Ik heb alles geprobeerd. Nu ben ik heel bang dat we hier omheen moeten lopen. Tel wie nou, je moest hier wel naar binnen. Wacht, we kunnen hier nog hierin. Hallo? Ga je me niet schieten als ik hier doorheen ga? Ja! Ik wist het! Schiet me niet! Ik ben onschuldig! Schiet me niet! Holy shit! Now I have to find it myself. Holy shit! Dit wordt echt pittig. Het spel wordt echt pittig. Oké. Okay. My president is Chuck Heston. Here's your rebate, you damn dirty ape. Blijkbaar wordt de packages bewaakt door de postman mensen. Dus dit zijn gewoon hatelijke mensen van de PTT. Dat moet wel. Oh man, I gotta take a wicked leak.
En we moeten dus uit gaan kijken voor wat er gaat komen. We hebben heel veel zooi gekregen. We krijgen heel veel scharen. Ik snap ook niet wat scharen, maar die horen natuurlijk wel thuis in zoiets. Logisch. Komt er nog wat binnen? Nee. Ik ga het spel opslaan, want dit wordt echt bizar. Dit wordt echt pittig in één keer. Ik snap niet waarom dit, maar... Hebben we ook granaatjes en zo? Nee, we hebben wel een koeienhoofd. Ik ga gewoon een koeienhoofd gooien. Of ik gooi gewoon een granaatje, let op. What the fuck? Ga niet in me staan! Jij hebt geluk, meisje. Dat je het overleefd hebt. Maar ik heb heel veel leven verloren door het feit dat ik net dat ding heb... Holy shit, jongen. Oké. Okay. Eet ook maar hondenvoer. Kom hier doorheen? Ja. Ja, we moeten het rustig aan doen. Uitkijken met mijn leven ook. Waar we ook in komen, we kunnen kei bestormd worden door die achtelijke mensen. En die achtelijke mensen praat ik dus duidelijk over die mensen die me dood willen hebben van de PTT. Zoals die daar. Die meneer stond een drankje te halen en dat deed hij niet, want hij haalde geen drankje. Hij loog gewoon. Kom maar naar buiten. Kom maar. Grote televisie. Kan je geen spul halen of zo? Kom maar. He. Oh shit, er komen twee vrouwen en een man. Oh, kom maar. Yes. Kom nog meer? Kom dan, hè? Ik eet koekjes. Ik eet hele vieze koekjes. Oh shit. Ik wil erdoor. Achter. Die man verscheen in één keer uit het niets. Zag je dat? Ze zitten erachter. Oh, die man werd meegenomen. Kom maar door de deur. Alsjeblieft. Kom maar. Het is best wel een lekker wapen. Als je lekker doorschiet, dan kan je best wel wat mensen hiermee verwonden. Alleen ja, kogels hebben we dus eigenlijk helemaal niet echt. Dus dat wordt wel pittig lastig, denk ik, dadelijk. Als we geen kogeltjes vinden, want we vinden alleen pistoolschoten. Maar als het goed is, hebben we wel een beetje de omgeving hier gecleared. Ik ga eens even kijken wat hier is. Het spel is echt wel vreselijk pittig gedaan. Laat de koppen maar rollen, Vincent. Schrik mij dood. Ga dood. Oké, okay, we hebben alleen pistooltje nog. Vreselijk vervelend. Pistooltje is helemaal niet zo goed, maar op zich op afstand wel. Komt u maar. Bent u al dood? Bent u dood of zit u erachter te verschuilen? Nee, hij is dood. Oké, prachtig. Prachtig. Wil je hier nog wat? Hallo? Komt u maar naar binnen en buiten? Laat hem altijd schrikken. Ze komen echt door die deuren. Het is gewoon de horror game van het jaar. Ongelooflijk. Horror game van het jaar. Kom maar in mijn grenade! Die was trouwens wel heel netjes hoor, Vincent. Ook wel netjes gedaan dit hoor. Heel dat groepje, daar moet ik gewoon mijn game voor opslaan. Mocht het verkeerd aflopen dadelijk, hebben we altijd nog zo'n safe game waar we weer terug kunnen denken aan die prachtige tijd dat ik hier een aantal granaatjes heb gelanceerd. We hebben nog meer granaatjes. We hebben er nog maar twee, dus we moeten zuinig gaan doen. Oeh, dat was voor die man! En die man liet zich liever overgeven aan mij, aan mijn wapen. Want een hoop mensen trouwens. Ik denk, als ik daar terug moet lopen, dat het daar niet beter op wordt. Dat ik eigenlijk dadelijk de pineu ben als de politie nog binnenkomt. Er komen echt te veel mannetjes. Het zijn er echt te veel. Maar we geven niet op. Dat zei Peter Jan Rens ook vroeger met een programma. Oh crap, dat is echt een stukje. Een stukje level hier, wat nu komt, waar heel veel mannetjes gaan komen. Oké,
take a piss immediately. Kijk, er komen echt mensen aan. Gewoon, het wordt echt pittig hier hoor. Het wordt zeker pittig. Het wordt negatief pittig. Kijk dat, negatief pittig. Wow, nee, er komen SWAT mensen. Er komen SWAT mensen. Nou ben ik echt de lul. Als er SWAT mensen komen, ben ik de lul. Ik krab even aan mijn oorschelp. En er komen sowieso SWAT mensen. Dat betekent granaat. Granaatink. 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 Ze komen. Snel. Nee. Hij is er bijna door dood. Maar waar is dat wapen? Waar is dat prachtige wapen? Deze, let op. Ik wou hem net pakken, maar het lukte niet. Press fire for a straight shot. Hij zit hier achter, hè? Komt ie? Yeah! Roasted goodness. Yeah! Oh man, I gotta take a Kom maar. Schaartjes gooien dadelijk. Zal ik het uitpissen? Nee, ik ga het niet uitpissen. Ik pak die armor van die man af. Heb ik die armor gepakt? Nee. Huppakee, ik heb die armor. Je weet zelf. Oh, die mensen zien er vies uit hier. Maar opslaan, want we hebben nu... Ik heb het gevoel dat ik daar gewoon dood ga. Ja, het is gewoon een hele pittige aflevering dit. Voor mij is het ook lastig. Van die SWAT members ben ik niet blij om. Echt niet blij. Maar ik weet ook niet onder welke knop. Nul. Oké, we onthouden nul. En ik wist van niks. Is dat uit de baas? Is die dood? Nee. Zeker de baas. Dat is zeker de baas. Mijn baas is altijd dik. Gewoon instant dik. Holy crap. Had de beveiliger daar, hè? Vieze aap. En dan nog allemaal apen. Kom op. Yeah. Heb je ervan als je solt met de verkeerde man? Hè? Kom dan. Waar zijn er nog meer? Pak daar al die wapens op. Pak even deze wapen op en hier nog even. Holy crap. Valsspeler. Hij spant gewoon keihard voor mijn neus. En hoe krijgen we die rocket launcher met de 9 toets? Is het een rocket launcher? Ik wil hem nog niet afvuren. Ik wil kijken wat het doet. Holy crap. We gaan nu echt het postkantoor in. En dit is net die weg die ik eerder ook al deed. Holy shit. Zo, die was naaiend. Ik draai hem om en ze raken me. Pick a package. Hebben we al de package gekregen? Want ik heb nog niet het gevoel gehad dat we echt die package hebben gekregen. Ik heb wel het gevoel dat er heel veel mensen naar me afkomen nu. Nee, is dat niet zo? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon niet een watje moeten zijn en gewoon moeten doorlopen. Ik vertrouw die mensen daar ook al niet. Zie, ik vertrouw ze gewoon niet, die mensen. Ik schiet gewoon op mijn afstand neer. En daar staat er nog één. Met een rocket launcher. Oh! Yes. Thank you. You are death. In één shot dood. Oh, er komen nog meer. Ze hebben echt een hekel aan me, heb ik het gevoel. Oh, die loopt om. Kijk, die loopt links. Die rent achter me nu. Oh, daar gaat ze. Maar ik weet niet of dat ze is. Ik ga de andere kant op, want ze loopt misschien wel om. En dan komt ze hier tevoorschijn. Komt u maar. Nee, ze komt niet. Dan komt ze aan de andere kant. Komt u maar. En ja, komt u maar. Het was een andere, maar het is wel vervelend, ja. Je bent je wapen kwijt, hè? We hebben nog steeds geen package. Ik baal hier wel heel erg van. Dus we moeten sowieso nog gaan kijken of we hier nog iets kunnen vinden van een package. Wat raar dat ik hem niet tegen ben gekomen. Er is waarschijnlijk eentje ergens nog. Er ligt ergens een package in. En done. Nou mensen, ik heb de package gevonden. Hij lag gewoon hier heel groot hier voor mij. Ik kon stelen en ik kon weggaan. Het alarm gaat ook keihard af. Oh, en nu moet ik helemaal omlopen weer. Oh shit, hé. Dat hebben ze wel nice verzonnen trouwens. I knew that stuff. En we krijgen nieuwe mensen aan onze raid. Waarschijnlijk. One more group of carriers. Guess I'm just not a people person. Good thing I have Kevlar. Wait,
Do I have Kevlar? Nou, het wordt een beetje een awkward probleem. We gaan nu dus naar buiten. En buiten zijn er dus mensen die ons proberen te bestrijden met grote rocket launchers. En dat is best wel lastig, want die dingen zijn echt moeilijk af te stoten. Ik ga het wel gewoon proberen. Dus laten we gewoon zo snel mogelijk gaan naar ons volgende doel. En dat is, om even te kijken, naar de kliniek of we kunnen naar de junkyard. Ik denk dat we wel naar de junkyard kunnen. Wat we gaan doen is gewoon keihard vluchten en ontwijken van die stomme bazooka's. Rocket launchers mag je gelijk noemen. Het voordeel is dat de politie niet achter ons aanloopt. Dat is een voordeel. Heel groot voordeel. Ik heb gelukkig nog geen haters aan mijn broek. Want we hebben echt heel veel mensen die mij niet mogen. Vanaf het begin van de game al. Dus het is echt wel echt een hele pittige game. Oh, kijk, dat begint al. En ik ben benieuwd of we dit ooit uitspelen. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb de game nooit uitgespeeld. Echt nog nooit. En dat is echt heel gaaf om gewoon nu het te proberen. Want ik vond de game best wel aardig pittig. Ik heb wel eens gewoon gespeeld de game. Maar nooit zonder God mode. Een beetje triest van mezelf. Maar ja, ik speelde vroeger heel vaak spellen met cheats eigenlijk. En dat vind ik nou zoiets van, ja, we moeten nou gewoon de game proberen zonder dingetjes erbij. Extra zaken. We gaan naar de clinic. De clinic. Toen worden beschoten door allemaal mensen. En de politie er hopelijk wat aan gaan doen. Ik weet niet of we eerst naar de kliniek gaan of naar de junkyard. Ik ga eens kijken op de F. Ja, we kunnen beter eerst naar de junkyard. En daar verder ons doel doen. Mensen, ik zeg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dan gaan we verder met vrijdag. Postal. Doei doeg!